Yo boys, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video hier op mijn kanaal. Ik ben Stino en vandaag is natuurlijk weer de bedoeling dat ik jullie vragen ga beantwoorden in deze Ask Sandy Day. Uh, jullie hebben weer massaal het blauwe duimpje vorige week gedrukt, dus ik wil jullie echt daarvoor heel erg bedanken. Jullie kennen de deal, 150 duimpjes omhoog is volgende week weer een nieuwe Ask Sandy Day. Eerst even wat over de gameplay op de achtergrond. Het is een eigen gameplay van mezelf uh, op de map New speelde ik samen met Refnac en Kass, oftewel C en Elite. En volgens mij gaan we 59, om 16 of zo. Ik ging echt super chill. Ik heb die hele avond heb ik ook echt super chill gegamed met hun. En uh, ja, toen heb ik deze gameplay gehaald. Dus die kunnen jullie lekker kijken op de achtergrond. En uh, laten we dan meteen beginnen met deze aflevering met de eerste vraag van KVA BK en die vraagt Q&A. Komt er ook kleding voor jou? PSB Tegenkomen op First look? PPS Dikke Baas. Dank je man, jij bent ook een dikke baas. Um, ik wil in de toekomst wel een soort met of kleine kledinglijst starten natuurlijk. Um, met mijn logo natuurlijk, zoals je heel veel ziet. Gewoon de leeuw die ik nu heb. Zeg maar gewoon op een mooi shirt. Um, ik wil het sowieso in de toekomst. Doen. Ik moet even. Ik moet, daarom, ik zeg nu ook wel leeuw leuk hier in het midden. Maar ik zal vast wel een paar dingen voor jullie proberen te ontwerpen natuurlijk. Uh, T-shirts. Uh, laten we maar eerst klein houden. T-shirts. Misschien vest of zoiets. Ik weet niet. Dat moet ik in de toekomst nog even kijken. Maar ik ben het sowieso wel van plan. Want het lijkt me echt super gaaf om gewoon een eigen t-shirt slash kledinglijn achtig iets te hebben. Met gewoon mijn naam erop. Dus dat komt sowieso in de toekomst. De volgende vraag is van Claudia Wijnen en die vraagt: QA, hoe heet dat lied van de intro? En heel veel mensen vragen het liedje van de intro. Uh, moet ik eventjes kijken hoe die ook weer heet? Ik weet wel, de titel is Man of the Year. Maar, ik ga hem even opzoeken voor jullie. Dus even kijken. Uh, YouTube. Uh, hij heet Man of the Year en hij begint. Uh, uh, mijn intro begint zeg maar in het midden van het lied. Even kijken: uh, Man of the Year. Even kijken. Volgens mij Schoolboy Q Man of the Year heet hij. Even Kijken. Volgens mij is Schoolboy Man of the Year. Even kijken, even kijken, kijken. Ja, het is Schoolboy Q Man of the Year voor de mensen die het willen weten. Uh, want ik zie, heel, ik zie die vraag heel vaak terugkomen. Dus dan weten jullie het alvast. vast. Hoefen jullie het niet meer te vragen, want ik zie het echt elke keer. Maar Schoolboy Q Man of the Year. Volgende vraag is van Jacco Amerongen en die vraagt Q&A, stel, stel als ik kom, huh? stel als, kom ik of een kijker jou random ergens tegen? Ik snap het even niet, mijn bruin moest even, even, even goed uh, in mijn hoofd krijgen hoor. Uh, stel voor ik kom jou ergens random tegen, uh, uh, mag je dan gewoon naar je toe komen lopen om een foto te maken en eventjes met jou te praten? Natuurlijk mag je eventjes naar mij toe komen en om even te praten. Ik vind het super leuk als mensen dat doen. Wees niet te bang om naar mij toe te lopen om te vragen. Hé hey, jij bent toch Sandy Day? Ik kijk je filmpjes bijvoorbeeld. Uh, kan ik even met je praten of zo? Of kan ik op de foto met je? Wees niet daar te bang voor. Spreek mij gewoon aan. Uh, ik vind dat echt super tof als je dat zou doen. Niet dat je zo van denkt van wow. Was dat, was dat hij? Was dat hem? Oh nee, ik durf eigenlijk niet. En dat je dan heel raar naar me gaat kijken, want dan geeft mij ook een beetje een ongemakkelijk gevoel. Gewoon naar me toe lopen en zeggen: Hé, hey, jij bent toch Sandy Dave van YouTube? Hé, hey, mag ik met jou misschien op de foto? Of kun je iets inspreken voor me? Of whatever. Gewoon een praatje maken. Ik vind het allemaal goed. Kom gewoon naar me toe. Kunnen we gewoon even praten en een foto maken en al dat soort dingen. Ja. De volgende vraag is van Amin hij Vraagt QA: Ben je half Mexicaans of zo? Want je achternaam klinkt Mexicaans. Misschien weet de. Een paar van jullie mijn achternaam. Uh, ik zal maar zeggen, het is Sanchez de Movian. Uh, het is niet een typisch Nederlandse achternaam. Puur alleen omdat mijn vader. Uh, die achternaam komt van mijn vaders kant. En mijn vaders vader was Spaans. Mijn vaders moeder was Amerikaans. Alleen de naam Sanchez de Movian komt van mijn vaders vader. Dus. Uh, en, uh, uh, het komt van mijn vaders kant, maar. Heel veel mensen denken dat het Mexicaans is, maar mijn vader is ook in Mexico geboren. Hij is geboren in Mexico, maar hij heeft geen Mexicaans ouders. Hij heeft een Spaanse vader en een Amerikaanse moeder. Dus de naam is Spaans. Als ik het zo uit mijn hoofd even goed zeg. Ja, Spaans. De naam is Spaans. Dus niet Mexicaans, Spaans. Volgende vraag is van bgamingpro en die vraagt Q&A. Kun je ooit eens een Q&A doen met je moeder of je vader? PS, je bent een baas. Jij bent ook een baas, gamingpro. Ik kan dat doen. Dat lijkt me echt super gaaf om te doen. Um, maar dat lijkt mij super leuk om te doen als wij een soort mijlpaal bereiken met deze serie van SND, Bijvoorbeeld bij de 50 afleveringen of weet ik veel wat voor afleveringen. Kan ik een keertje doen met mijn vader. Ik kan het doen met mijn broertje. Ik kan het doen met mijn moeder. Uh, noem maar op. Ik kan het zelfs een keer doen met een vriend van me, als jullie willen. Ik kan het zelfs misschien. Ik denk niet dat dat kan, maar ik kan het een keer met mijn oma en opa of zoiets doen. Ik weet het allemaal niet. Maar ik ben sowieso een keer van plan om het of met mijn vader of met mijn moeder of alle twee natuurlijk te doen. Dat ik zeg maar één keer. Mijn moeder ziet één keer mijn vader en één keer alle twee. Want dan kunnen jullie vragen aan hun alle twee stellen. Dus het lijkt me echt super gaaf als jullie uh, dat leuk vinden natuurlijk. En dat komt sowieso in de toekomst, zal het dan een keer. De volgende vraag is van Semmo Bootsma. En die vraagt: QA, hoe oud was je toen je begon te gamen? En hoe oud toen je Kot ging spelen? Ik weet niet meer precies hoe oud ik was met gamen. Ik denk dat ik al best wel vroeg begon. Ik denk eerlijk gezegd al bij mijn me... 16 jaar, 17 jaar ongeveer. Toen begon ik ook met Crash Bandicoot spelen en zo. En natuurlijk PES speelde ik toen nog. Uh, PES 2000 of. Nee, best 2002 of zoiets. Ik, uh, heel veel Formule 1 heb ik vroeger gespeeld. Ik heb heel veel fantasiespelletjes gespeeld. Sonic natuurlijk heel veel gespeeld. Uh, uh, Pokémon. Wie speelde dat nou niet vroeger? Uh, op een oude uh, Game Boy of zo heette dat. Game Boy Advance. Ik had zeg maar zo'n Game Boy Advance. Ik had nooit echt zo'n Game, Game Boy Color. Um, maar dat heb ik heel veel gespeeld. Uh, Mario heb ik natuurlijk heel veel gespeeld. Ehm... Um... Ja, ik weet niet meer echt heel veel wat ik gespeeld. Ik heb niet heel veel verschillende games gespeeld. Ik heb alleen dat heel veel gespeeld vroeger. En ik was denk ik ongeveer. Wanneer is. Even kijken, Call of Duty 2 was dat. Dat was de eerste keer dat ik zeg maar echt Call of Duty ging spelen. Ook qua Multiplayer was het nog Tweede Wereldoorlog. Uh, of Eerste Wereldoorlog. Uh, even nadenken hoor. Volgens mij was ik toen acht of negen? Zoiets. Ik zou het niet meer precies weten. Het is ongeveer rond de tijd. Dat ik echt begon te spelen was echt rond de tijd dat MW2 volgens mij nog nieuw was. Dus dat was echt best wel volgens mij een tijdje geleden. Ik weet het even niet uit mijn hoofd, maar het is echt wel een goede tijd geleden. Volgende vraag en dan meteen ook wel de laatste vraag is van Hannes VdD en die vraagt QA. Wat vind je van MMA en UFC? Of MMA is hetzelfde als UFC en UFC is hetzelfde als MMA. Jullie begrijpen hem wel. Um, ik doe natuurlijk kickbox, zoals de meesten van jullie wel weten. Um, MMA vind ik niet echt een sport wat ik leuk vind om naar te kijken. Het is... Misschien als je geen vechtsport op tv ziet of er, er... saaie uh, afleveringen zijn of saaie programma's op tv, is het misschien heel even leuk om te kijken, want het is alsnog vechtsport, maar... En MMA vind ik een beetje van, hé, hey, ik kan jou tegen de grondvlakte gooien, of submission of weet ik wat je dat noemt, en... Ik kan jou helemaal kapot slaan op de grond. En dat is iets wat tegen mij te uh, gaan, uh, mijn waarden gaan. Mijn... Regels, zeg maar, mijn, mijn eigen doen. Uh, als ik bijvoorbeeld bij kickboksen iemand tegen de grond aansla... of weet ik voor wat doe, of bijvoorbeeld een pootje haak of iets... vind ik het een beetje onmenselijk om nog door te gaan op de grond. Ik vind dat niet echt... Ja, ik vind het een beetje een soort met of van... ja, oké, okay, leuk op de grond ook en ja, ze dus gaan maar verder op de grond... en een beetje armen vasthouden en draaien... en proberen dikke submission of weet ik voor wat... Ik vind dat helemaal niks om naar te kijken. Ik vind dat echt saai. Ik vind het een beetje... Je kunt het geen mietjesport noemen. Maar ze houden elkaar wel elke keer gewoon vast op de grond. En... Dat is iets waar ik niet van hou. Dat gaat tegen mijn kickbok-principes in. Ik wil dat gewoon niet. Ik vind het gewoon geen leuke sport om te kijken. Alleen als er echt niks op tv is. Maar mensen, ik ga hem hierbij afsluiten. Er waren weer leuke vragen. Ehm... Um... Zoals ik al zei, laat eventjes vraag achter hier beneden. Zodat we volgende week weer een nieuwe Q&A natuurlijk kunnen maken. Een nieuwe SNID. En als jullie dit leuk vonden, laat dan even een blauw duimpje achter hier beneden. Zoals ik net zei, laat eventjes een heel zachte vraag achter. En dan zie ik jullie weer bij de volgende video. Later jongens.